Oh, het is vandaag een goede dag. Maar vandaag hebben we de coolste test en eigenlijk ook vooral domste test die ik ooit heb gedaan. En daarvoor moeten we naar het voetbalveld. Het heeft namelijk te maken met voetbalschoenen. Trouwens, de post is vandaag gekomen. Piet de post? Zeg maar, op zich is dat niet raar, want de post komt wel vaker, maar... Ah, ik pak het gewoon. Oh, dit pakketje is zwaar, man. Wat als er gewoon iets van een contract in zit of zo? Van FC Barcelona of zo? Het is wel een flink, het is een internationaal flink pakketje. Contract dan, hè? What is dit? Zo doe ik dat altijd, man. Oké. Alsjeblieft, laat het een contract zijn. Oh. Is ziek. Kijk. Zo blij ben ik wat erin zit. Prime. Weet je hoe exclusief dat is? 15 euro flesje of zo, hè? Kom op. Je weet natuurlijk wat dat betekent, hè? Je moet even gaan proeven, man. Deze test, man. IJspop, man. Dit is lekker, man. Hij vindt hem lekker, hè? Oké, we gaan even naar het pleintje. We gaan even naar het veldje even kijken. Of we mensen blij kunnen maken met wat nieuwe Prime. Want ik denk dat bijna nog niemand dit heeft geproefd. Nee, zeker niet. Ofwel, Joris voor de supporters, man, kom op. Kijk, ik had gehoopt dat er hier meerdere waren. Kijk, waar is iedereen? Het is een beetje aan het regenen, iedereen is binnen. Als jij de bal op de lat schiet, oh, dan zijn allebei die Prime flesjes gewoon voor jou, man. Deal? Ja. Allee, kom op dan. Laat maar zien wat je kan. Man, dit hem in één keer. Zeg maar, ik wilde nog zeggen, je mag 10 keer of zo, maar nu... Dankjewel. Hey, kom op, man. Hoe was dit zo makkelijk? De hele video afgelopen nu, man. Later, John. Wanneer die man op vakantie is, huis invallen, man. Prime terughalen, man. Invasie. Wat is er? Wow. Ik heb dus een gesprek met Bayern München, gewoon op Instagram. En zij hebben dus een reactie erop gegeven van, laat me weten wanneer je in München bent. En ik heb daar... Maar zie je eerst de echte Bayern München? Gewoon echte Bayern München. Vind je in alles. Kijk hier, wacht. Kijk hier. Dit is de account, ja? Oh. Ik druk op message. Boom. Het hele gesprek. Kijk. Ik heb daar dus een reactie op gegeven en ze hebben me gelaten op zien. Dus ze hebben het gelezen, maar ze hebben er niet op gereageerd. Kijk hier. Scene Thursday. En nu is dit? Maar het is maandag vandaag, man. Dat is een week geleden. Ik weet niet dat Bayern München zo Hollywood was, man. Dit is echt Hollywood, man. High class, man. Hier, wacht. Weet je wat? Kijk hier. Hollywood. Wow. Die kleur. Hollywood, man. Hoe durven ze, man? Ik ben oprecht ziek, man. Maar ook al ben ik ziek, we zijn op het veld. En waarom? Dit is het vetste experiment slash test wat ik tot nu toe heb gedaan hier. Ik heb hier voetbalschoenen. Deze zijn 10 euro waard van de Decathlon. Bijna nog nooit eerder gezien. Een schoen van 1000 euro. En dat komt omdat ze gewoon heel erg limited zijn. Even een fat shot. Wat je kan doen met deze, kijk, deze komt eruit. En dan, vervolgens als jij denkt, ik wil liever op de zwarte, dan schuiven we deze erin. Gaat heel makkelijk. En dan heb je nu deze. En nu ben ik gewoon benieuwd, welke is beter? De 1000 euro schoen of de 10 euro schoen? Oké, ik heb de 10 euro schoenen aan. Ik ga even kijken of ik de lat kan raken met deze schoenen. Even kijken hoeveel poging ik kan raken. En daarna met de 1000 euro schoenen. En kijken met welke ik hem eerder kan raken. Oké. Okay. En hij komt terug, hè? En hij komt terug. Oké, dat was gewoon poging 1. Wat? Oh, nu moet ik helemaal omswitchen. Jeetje. In hoeveel pogingen denk ik dan geraken met de 1000? Eigenlijk moet hij wel in één keer ook. Eigenlijk moet hij 0 keer, omdat ze zo duur zijn. Weet je wat? Ik raak hem gewoon, ja? Weet je wat? Dit is de reden dat Bayern München jou negeert. Wat? Dit is de reden dat Bayern München jou negeert. Weet je wat ik me nu besef? Nee. Jij haat mij. Oké, als ik nu de lat raak met de 1000 euro schoenen, comment FC Bayern in de comments. En hopelijk gaan ze me dan niet meer negeren. Maar dan moet ik hem nu raken. Oh. Nice. Comment alsjeblieft FC Bayern en ja, hopelijk reageren ze dan een beetje. Een keertje. Ja.
Oké, nu is het belangrijkste van deze hele video. We gaan kijken welke daadwerkelijk beter is. De 10 euro schoenen of de 1000 euro schoenen. Sam heeft de 1000 euro schoenen aan. Ik heb de 10 euro schoenen aan. Wat we gaan doen, we gaan de bal indraaien vanaf de corner. Degene die hem als eerste heeft ingedraaid is de betere schoen. Oké, omdat ik de 10 euro schoenen aan heb, als deze video... moet ik even goed nadenken. 8000 likes op deze video. Ik ga deze schoenen weggeven en ik kom ze persoonlijk langsbrengen voor in een video. Oké, ben je er klaar voor? Jeetje. Die is nog erger dan die van mij. Hey, dit is echt... Nee, wacht even. Oh, we zijn zo mokerslecht. Nee, trouwens, het heeft te maken met wel, maar het heeft niet te maken met ons. Nee, klopt. Oh. Wat? Dit veld. Beter. Dit heeft niks te maken met het veld. Ik zal het niet eens aan. Je lag uit voor niks, man. Oh, die van mij was beter dan die van jou. Maar je bent een misgunner, jij. Nee. Niet. Wow, 1000 euro schoenen. Oké, maar laten we eerlijk zijn. Het boeit echt helemaal niks of je 10 euro schoenen hebt of 1000 euro schoenen. Je bent nog steeds even slecht of even goed. Comment dus allemaal FC Bayern in de comments. En laten we dus 8000 likes halen op de video. Misschien komen de 10 euro voetbalschoenen wel bij jou langsbrengen. En wie wil dat nou niet, weet je? En hopelijk had u allemaal een fijne dag.